70.000 van de 275.000 mensen in Tilburg zijn van buitenlandse komaf. Dit blijkt uit cijfers van het CBS. Wat vinden de mensen in Tilburg van deze multiculturele samenleving? Ik vind dat prima, ik vind dat geweldig. Ik hou ervan. Ik vind het alleen maar mooi dat zoveel culturen samen kunnen leven. Ja, ik vind het goed. Ik denk dat je van verschillende culturen ook een beetje kan leren en zo van elkaar. Hartstikke goed. Heel goed zelfs. Kan niet beter. We hebben die mensen hard nodig in onze samenleving. Uiteindelijk zelf gecreëerd door mensen hier naartoe te halen in verband met gebrek aan arbeidskrachten. Dus op zich prima. De wereld is van iedereen, vind ik. Dus Nederland is ook van andere culturen. Ik denk dat we veel van elkaar kunnen leren. Hoe denkt u dat het komt dat er in Tilburg zoveel verschillende culturen samenleven? Dat heeft te maken met de industrie en met de universiteiten, dus het onderwijs in zijn algemeenheid. Het zou kunnen zijn dat het te maken, maar dan praat je wel over heel, heel ver verleden, over, met betrekking tot de textielindustrie die hier geweest is. Dat zou ik niet weten. Zou het niet weten eigenlijk. Op het spoorparkje bijvoorbeeld zie je ook gewoon heel veel mensen van verschillende culturen gewoon lekker een balletje gooien. Dus ik vind dat gewoon prima. Dus zo zie ik dat een beetje. En ook gewoon verschillende tentjes ook gewoon in de stad. Dus. Wat is volgens u het voordeel van een multiculturele samenleving? Dat is een goede vraag. Ja, ik ben er helemaal niet zo mee bezig. Omdat we allemaal iets van elkaar kunnen leren. Je kunt ook altijd de goede dingen van andere culturen meenemen. Nou, ik woon in Sint Anna. En als je dan op de Korrelseweg kijkt, vind ik dat enig. Al die eethuisjes, al die kappers. Ik vind dat leuk. En lekker eten ook.